Het duivel is een kindje bij je oma gegeten. Waar ze de lappen uren in de kromme liggen zweten. Het zijn die echte ouderwetse gerechten. In een roet zwarte pan met van die vettige spetters. Echt lekker, maar het is niet altijd. Zo met oma regelmatig nog wat zuurkool kwijt. Heb ik eindelijk mijn bord leeg, dan zegt ze. Nog meer? Na de zuurkool was goed, maar niet nog een keer. Ja, dat van zuurkool, het is voor jou. Ja, oma, dat klopt maar. Wat is er nou? Je kookt echt prima en ik wil je niets leren. Maar misschien moet je toch eens wat nieuws proberen. Zuurkool. Aardappelen erbij. Zuurkool. Even stampen in de pan. Zuurkool. Was vroeger soms saai, maar kijk eens wat de topkok er nou mee kan. Zuurkool. Is ouderwets lekker. Zuurkool. Is ouderwets goed. Zuurkool. Was vroeger soms saai, maar kijk eens wat de topkok er nou mee doet. Zuurkool is wat van oma in de pan mot. Maar er is zoveel meer dan Hollandse stampot. Surinaamse zuurkool, een Poolse zuurkool, Hongaarse zuurkool of gestoofde zuurkool. Vol verpakte zakken bakken in de notenolie. Pittig met de piepertjes gepocht in zilverfolie. Of wat dacht je van? Een zuurkoolazijn. Even trekken in de curry of in wijn met rozijn. Zelfs met konijn, rum, kaas of met biek. Of op een dikke burger bij de braderie. Ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dus oma, hoe gaan wij nou die kool bereiden? Zuurkool. Aardappelen erbij. Zuurkool. Even stampen in de pan. Zuurkool. Was vroeger soms saai, maar kijk eens wat de topkok er nou mee kan. Zuurkool. Is ouderwets lekker. Zuurkool. Is ouderwets goed. Zuurkool. Was vroeger soms saai, maar kijk eens wat de topkok er nou mee doet.